Ik ben Karen en ik ben van Moti. En Moti staat voor Museum of the Image. Oftewel, het museum over beeldcultuur. Beelden zoals foto's, filmpjes, reclames. Beelden die de hele dag op je netvlies verschijnen. Via bijvoorbeeld je tablet, je tv, je laptop of je mobieltje. Of kranten en tijdschriften. Heb je er wel eens over nagedacht dat je van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat wordt gebombardeerd met allerlei beelden? Wat doet beeld met jou en wat doe jij eigenlijk met beeld? Al die beelden beïnvloeden je zonder dat je het zelf soms doorhebt. En dat begint al 's ochtends vroeg. Peter, wakker worden! Kijk bijvoorbeeld maar eens naar je kleding. De kleding die je draagt zegt iets over wie je bent. Hoe je wil dat anderen jou zien. Wil je er bijvoorbeeld heel stoer uitzien? Of als een nerd? Of juist heel sexy? Beelden kunnen je ook behoorlijk voor de gek houden. Optische illusies, ook wel gezichtsbedrog, zijn trucs die je ogen bedriegen. Je ogen nemen een beeld waar en je hersens maken er iets heel anders van. Omdat ze het gewoon simpelweg zo snel niet kunnen verwerken. Kijk maar eens naar dit beeld. Zie je de cirkels draaien? Gek hè, want ze staan gewoon stil. De beelden die we de hele dag zien beïnvloeden ook wat we mooi en wat we minder mooi vinden. En dat verandert trouwens ook steeds. In de tijd van de schilder Rubens bijvoorbeeld, zo'n 400 jaar geleden, vonden de mensen dikke vrouwen heel erg mooi. Vrouwen werden vaak dikker of zelfs zwanger afgebeeld. Ook al waren ze dat niet. Dik zijn was een teken van welvaart. Dat je gezond was en dat je veel geld had. Een kilootje extra was dus helemaal niet erg. Maar tegenwoordig vinden we vooral dunne mensen mooi. Het heersende schoonheidsideaal heeft grote ogen, een volle bos haar, een egale huid, smalle kaken en is dus vooral heel erg slank. Tja, Peter zou ook wel zo slank willen zijn als Barbie. En dat brengt me meteen bij het volgende beeld. Onmogelijke afbeeldingen. Kijk maar eens goed naar deze oneindige trap van kunstenaar Escher. Die zou simpelweg nooit in het echt kunnen bestaan. Alle beelden die je ziet worden bedacht door mensen die er een verhaal mee willen vertellen. Neem mij nou hier in de studio. Ik vertel een verhaal dat we van tevoren hebben bedacht en daar plakken we beelden bij. We zouden natuurlijk ook een heel ander beeld erin kunnen plakken. Of wat dacht je van deze? Soms worden beelden ook aangepast. Bijvoorbeeld door te photoshoppen, iets toe te voegen of juist iets weg te laten. Maar daarmee verander je natuurlijk niet alleen het beeld, maar ook het verhaal dat dat beeld vertelt. Deze mevrouw bijvoorbeeld wordt een heel ander persoon dankzij Photoshop. Kranten en journaals hebben afgesproken dat ze geen beelden bewerken, omdat je dan de werkelijkheid verandert. En nieuws moet natuurlijk wel kloppen. Toch wordt er ook wel eens gesjoemeld met beelden. Daarom is het goed om te beseffen dat beelden die je ziet best wel eens gemanipuleerd kunnen zijn. Dat ze maar een klein stukje van de werkelijkheid laten zien of soms zelfs een verkeerd verhaal vertellen. Beroemde kunstwerken worden ook vaak bewerkt. Omdat ze heel bekend zijn of omdat de mensen het grappig vinden of omdat ze heel goed verkopen. Kijk maar eens naar de Mona Lisa achter mij van Leonardo da Vinci. Herken jij de echte Mona Lisa? Maar wanneer is iets nu eigenlijk kunst? En wanneer niet meer? Is alleen het originele schilderij van Mona Lisa kunst? Of ook een foto ervan op een beker of een t-shirt of in een tijdschrift? En mag je een kunstwerk eigenlijk zomaar kopiëren of bewerken? Reclamemakers beïnvloeden je ook met slimme beelden en slimme verkooptrucs. Ze gebruiken leuke muziekjes, mooie verpakkingen, bekende tv-figuren, gelukkige mensen en ze blijven hun reclameboodschap net zo lang herhalen totdat jij hun producten koopt. Reclame is overal. Op je tv, op internet, in je brievenbus en ook op straat.
In de winkel kun je dan vervolgens kiezen welk product je koopt. Is je wel eens opgevallen dat de goedkoopste merken meestal onder in het schap liggen? De mooiste verpakkingen staan vaak op ooghoogte, zodat je ze meteen ziet. Wat een desillusie voor Peter, hè? Ik heb hier trouwens een hele leuke 3D-illusie voor jou. Denk je dat je nu een Rubik's Kubus in 3D ziet? Gefopt! Leuk toch? Op internet vind je trouwens heel veel van dit soort beelden. Net als miljoenen andere beelden. Bijvoorbeeld op websites waar je spelletjes speelt, filmpjes kijkt, informatie zoekt. Maar omdat iedereen iets op internet kan zetten, weet je ook nooit helemaal zeker hoe betrouwbaar die beelden nou eigenlijk zijn. Een krant, een tijdschrift of een tv-programma heeft altijd een redactie. Dat zijn de mensen die controleren of de beelden en verhalen wel kloppen en of ze geschikt zijn voor de lezer of de kijker. Op internet moet je dat zelf doen en dus goed opletten. Van wie is het? Hoe betrouwbaar is het? En klopt het eigenlijk wel? Want anders kunnen er ook dingen gebeuren die je misschien helemaal niet zo leuk vindt. Maar gelukkig kun jij op internet zelf bepalen met wie je contact wil hebben. Tja, mensen kunnen je voor de gek houden, maar je eigen brein ook. Kijk maar eens naar deze optische illusie. Kijk naar het midden van de spiraal. Totdat ik zeg dat je naar de rug van je hand moet kijken. Blijf kijken naar het midden. Blijf kijken. Blijf naar het midden kijken. Blijf kijken naar het midden. Blijf kijken. En kijk nu naar je hand. Soms verzint je brein zelfs beelden die er helemaal niet zijn. Ook al is iets versimpeld tot alleen maar gekleurde blokjes, je brein kan er soms toch nog iets in herkennen. Bijvoorbeeld de bekende strip- of tv-figuren. Ja, hou maar Peter, anders is hier straks niks meer te zien. En? Ben jij al helemaal tureluurs van de beelden die je hebt gezien? Je hebt vast gezien dat de wanden achter mij zijn veranderd. Maar is je ook opgevallen dat de spullen op dit tafeltje anders zijn dan in het begin van het filmpje? En dat de kleur van mijn vestje anders is dan in het begin? Nee? Dan moet je nog maar eens goed naar het filmpje kijken. Dan zie je het zeker. Oh, en trouwens, wil je nog veel meer weten over wat beeld met jou doet en wat jij eigenlijk met beeld doet? Dan moet je naar de tentoonstelling Waanzin in Moti komen. Zie ik je daar? Tot snel! Of ben ik nu te veel reclame aan het maken? Ja, nogal ja. Nou, doei!